De CARICOM heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om de veiligheid in haar lidlanden te bevorderen. Met deze middelen zullen trainingen verzorgd worden voor medewerkers in deze sector en zullen bepaalde systemen geüpgrade worden. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat dit besloten is tijdens de meeting tussen de CARICOM-staatshoofden en de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris. Er is ook gesproken over financiële vraagstukken, zegt Ramdien. Het gaat niet altijd om wat je aan geld eruit haalt, maar bijvoorbeeld de regelgeving ten aanzien van het financiële verkeer. De wijze van belemmeringen die worden opgebracht, obstakels die worden opgelegd voor financieel verkeer tussen het Caribisch gebied en de Verenigde Staten. Op dat stuk kan er veel gebeuren. Eigenlijk is dat veel meer waard vaak dan gewoon geld krijgen. Als we die regelgeving kunnen versoepelen, een beetje beter kunnen kijken naar het Caribisch gebied. Maar er is ook gesproken over steun op het gebied van natuurrampen en het voorbereiden van landen in termen van hun capaciteit. Zoals in ons geval de overstromingen, wateroverlast, hoe we daarop beter kunnen voorbereiden. Dus er is over veel zaken gesproken, praktische zaken, politieke zaken. De kwestie van de eenheid op het Westelijk Halfrond is aan de orde geweest. Eenheid in CARICOM, en daar praten we een beetje over Cuba. Maar ook over de situatie in Venezuela. Dus het is een heel goed gesprek geweest, waar ik denk goed vervolg aan gegeven moet worden. President Chandrika Prasad Santokhi, die ook heeft deelgenomen aan deze meeting, besprak met vicepresident Harris wat de mogelijkheden zullen zijn voor de Caribische landen, nu de olie- en gasindustrie naar een ander niveau wordt gebracht. Santokhi zei dat de Caribische landen een economische transitie zullen doormaken. But first, as also presented by my colleague of Guyana, we will use and invest the revenues of the oil and the gas exploitation for the achievement of our development and objectives and the diversification of our economy. The challenges associated with crime and security in the region and the Western Hemisphere also require a coordinated and multifaceted approach. President Santokhi is zich ervan bewust dat een samenwerking met de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het Caribisch gebied.